Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal Leren Investeren. We zijn bijna aangekomen aan het eind van het jaar en het leek me dus wel eens tijd om een paar interessante aandelen te behandelen voor de maand december. Dat is dus ook precies wat we in deze video gaan doen. In deze video bespreek ik drie aandelen die je gezien moet hebben voor het eind van het jaar. Laten we snel met de video beginnen. Als denk ik al wat duidelijk werd in de intro van de video gaan we dus hebben over interessante aandelen voor de maand december. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij was het soms nog best wel lastig om deze aandelen te selecteren. Als we kijken naar vorige maand, november, we zagen we dat het een van de beste maanden was in de historie van de beurs. We zagen bijvoorbeeld de SP 500 groeien met zo'n 11-12%, wat voor één maand echt enorm is. Je snapt dus wel dat als we deze groei al achter de rug hebben, het soms lastig kan zijn. Om deze aandelen te selecteren. Want zou die groei niet een keer stoppen, zou je dan denken? Dat is dus precies wat ik heb gedaan met het selecteren van deze drie aandelen. Ik heb gekeken naar aandelen die deze gigantische groei niet echt hebben doorgemaakt, maar waarvan ik denk dat ze deze groei wel verdienen. Het eerste aandeel wat ik daarom ook gekozen heb is Alter X, symbool AIX. Als we gaan kijken naar het businessmodel van Alter zien we eigenlijk dat het van alles en nog wat te doen heeft met data. Wat Alteryx doet, is dat ze de data verzamelen, er eigenlijk van allerlei analyses op loslaten en het visualiseren en bruikbaar maken voor bedrijven. Hun klanten zijn dan ook vaak grote bedrijven. Als we gaan kijken naar klanten, zien we dat ze zo'n 6700 klanten hebben, waarvan eigenlijk allemaal grote bedrijven. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan Microsoft, Facebook, Samsung ga zo maar verder. Als we vervolgens naar de koers van Alteryx gaan kijken. Zien we dat het niet zo straightforward is als de meeste tech-aandelen? Als we dus goed kijken naar de koerspreid, zien we dat we ja, eigenlijk heel veel volatiliteit zien. We zien grote stijgingen en grote dalingen vooral. En wat we zien, is dat we nu op een redelijke low zitten. Daarom wekte Altrex ook mijn interesse. De reden dat Altrex eigenlijk zo hard getroffen is door de coronacrisis, terwijl het toch een tech-aandeel is, is doordat de service eigenlijk best wel duur is. Bedrijven kregen het in deze coronacrisis dus lastiger. En een van de eerste dingen waar ze ze op besparen, is dus een dure service als bijvoorbeeld die van Alterix. Doordat we eigenlijk op deze low zaten wat betreft de koersprijs, trok het aandeel Alterix mijn aandacht. Want wat we eigenlijk zagen, is dat het op de korte termijn niet zo goed ging en dat daardoor de koersprijs redelijk laag was. Maar als ik aan een bedrijf als Alterix kijk, kijk ik vooral naar de lange termijn. En dan zie ik gewoon simpelweg heel veel potentie voor een bedrijf dat zoveel doet met data. Als we gaan kijken naar een paar andere fundamentals van het bedrijf. Kunnen we ook zeker bevestigen dat Alterix eigenlijk gewoon groeiende is? Als we bijvoorbeeld kijken naar de revenues en de groei daarvan, zien we dat op jaarbasis de revenue met zo'n 27% groeit. Wat eigenlijk gewoon heel erg goed is, naar mijn mening. En zeker voor een tech-aandeel ook erg belangrijk is. Kijken we naar nog een paar laatste fundamentals van het bedrijf Alterix, zien we nog twee belangrijke dingen. Namelijk dat de winstmarge erg hoog is. De winstmarge bedraagt zo'n 93%. En ook een andere belangrijke rating is erg hoog. Goed voor het bedrijf Alteryx. Deze rating heet de dollar-based net expansion rate. Wat dit eigenlijk heel simpel gezegd wil zeggen, is dat wanneer een bedrijf klant is van het bedrijf Alteryx, of ze dan meer of minder kopen. En deze dollar-based net expansion rate voor Alteryx is 124%. Wat eigenlijk dus wil zeggen, als een bedrijf klant is, dat ze gemiddeld zo'n 24% meer besteden bij een volgende aankoop en dat ze dus ook trouw blijven aan het bedrijf Alteryx. Na het bekijken van al deze fundamentals van het bedrijf Alterix en de huidige koersprijs, zie ik voor Alterix eigenlijk gewoon een mooie groei weggelegd en denk ik ook zeker dat het bedrijf futureproof is. Daarom vind ik het ook zeker een interessant aandeel en zou ik het in de gaten blijven houden en misschien wel willen aankopen. Dat betreft dus het eerste aandeel. Als we verder gaan naar het tweede aandeel, is het eigenlijk een iets simpeler aandeel. Jullie kennen het waarschijnlijk allemaal wel, het is namelijk een Nederlandse bank, ABN AMRO, met tickersymbool ABN. Over dit aandeel kunnen we eigenlijk kort maar krachtig zijn. Want zoals jullie weten zijn tijdens de coronacrisis de aandelen van banken redelijk hard afgestraft. Ik heb in een andere video van mij ook behandeld hoe je makkelijk een bank kan waarderen. Deze video kan je waarschijnlijk hierboven met een i'tje zien. Om even kort samen te vatten wat ik in deze video verteld heb, is het eigenlijk heel simpelweg een bank beoordelen aan de hand van de Price to Book Ratio. Als deze ratio laag is, is het naar mijn mening een goed moment om in te stappen. En dat was ook zeker het geval met ABN. Als we gaan kijken naar deze Price to Book Ratio, ik dat die op dit moment gewoon erg laag is. Hij ligt namelijk zo rond de 0,4. Wat dit dus wil zeggen is dat je voor slechts 40 cent 1 euro aanbezittingen van de bank koopt. En als we historisch gaan kijken zien we dat het over het algemeen gewoon een erg goed instapmoment is voor een bank. Daarom ben ik ook van plan om het aandeel ABN AMRO aan te kopen. Natuurlijk is het niet verstandig om alleen naar een price to book ratio te kijken. Daarom wil ik ook even kijken naar een paar positieve en een paar negatieve punten van de bank ABN AMRO. Als we beginnen met het eerste positieve punt, is het natuurlijk het lekkere dividend dat de bank betaalt. Als we gaan kijken naar het historisch dividend, zien we dat het dividendpercentage zo rond de 6% ligt. Wat ik verder ook nog een positief punt vind, is eigenlijk simpelweg omdat het een bank is. Met mijn mening zijn banken eigenlijk gewoon altijd nodig en zullen ze gewoon niet verdwijnen uit de economie. Daarom denk ik ook dat het aandeel eigenlijk gewoon het laagste punt gehaald heeft en vanaf nu verder eigenlijk zal blijven stijgen en herstellen komen ook gelijk bij het eerste nadeel. Het is namelijk de onzekerheid die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Want als je logisch nadenkt, er is een crisis, veel mensen verliezen hun baan en hoe verdienen de banken geld? Door bijvoorbeeld leningen. Als mensen vaak hun baan kwijtraken en gewoon eens dus minder inkomen hebben, is er dus een groter risico dat de banken hun geld verliezen omdat ze simpelweg hun lening niet terugbetaald krijgen. Dat is natuurlijk wel een risico dat je neemt in een bank. Maar naar mijn mening zijn de positieve punten belangrijker dan de negatieve punten. En daarom vind ik het aandeel ABN en eigenlijk ook elke andere bank zeer interessant. Zelf denk ik er dan ook serieus over na om het aandeel aan te schaffen. Dit niet alleen omdat ik denk dat het aandeel goed gaat herstellen, maar ook om deels mijn portfolio te differentiëren en daardoor eigenlijk beter aan portfolio management te doen. Voordat we naar het derde en laatste aandeel gaan, wil ik jullie vragen, mocht je het nou een leuke video vinden, om blauw duimpje omhoog achter te laten. En mocht je meer van dit soort content willen zien, zeker te abonneren op het kanaal Leren Investeren. Dat gezegd hebben, snel door naar het derde aandeel. Het derde aandeel dat we namelijk gaan bespreken in deze video is Adobe. Adobe is misschien wel het meest bekende multimedia platform van de wereld. Ik denk ook dat velen van jullie het bedrijf al kennen door middel van hun producten. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een paar van die producten, moet je bijvoorbeeld denken aan Adobe Photoshop, Analytics, Cloud, Premiere Pro en ga zo maar door. Wat ik denk dat Adobe erg goed doet met het aanbieden van dit soort producten, is dat ze inspelen op het groeiende belang van zelfontwikkeling en bijvoorbeeld content creëren. Tegenwoordig gaat eigenlijk alles via het internet en ontwikkelen van jezelf is belangrijker en belangrijker. En de programma's die Adobe aanbiedt kunnen van essentieel belang zijn in het ontwikkelen van jezelf en het toepassen van bijvoorbeeld video skills, Photoshop skills en ga zo maar door. Natuurlijk is deze, ja, deze ontwikkeling niet geheel onopgemerkt gebleven. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de koers van Adobe, zien we dat eigenlijk de afgelopen maanden behoorlijk hard gegaan is, maar de laatste twee, drie maanden iets meer gestabiliseerd is. Daarom denk ik ook dat er mogelijkheden ligt voor Adobe om erin te investeren. Want de fundamentals van Adobe die zijn wel degelijk erg sterk. Als we gaan kijken naar de opbrengsten, zijn die eigenlijk niet tot nauwelijks beïnvloed door de coronacrisis. En er blijven dus een sterke groei door maken. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de year-to-year -year growth. Die per jaar zo'n 18% bedraagt. Wat dus wil zeggen dat het bedrijf gemiddeld met 18% per jaar groeit. Wat net zoals we eerder zagen met Alteryx, dat ook zo rond de 20% lag, gewoon simpelweg ijzersterk is. Als we gaan kijken waar deze reviews vandaan komen, heeft Adobe het eigenlijk heel mooi vermeld in het tabelletje. In het tabel kunnen we dus zien dat 56% van de opbrengsten uit de Amerika's komt. Dus Noord- en Zuid-Amerika. 26% uit de EMEA, dat wil zeggen Europa, het Midden-Oosten en Afrika. En zo'n 16% van de revenues komt uit Azië. Hieruit blijkt maar weer eens dat Adobe eigenlijk wereldwijd bekend is en wereldwijd gebruikt wordt. Dit brengt ons eigenlijk ook weer bij het volgende sterke punt van Adobe. Namelijk dat Adobe steeds maar mee verandert met de vraag van de klanten. Dit kun je bijvoorbeeld zien in dat het nog steeds wereldwijd gebruikt wordt en door verschillende mensen. Simpelweg, wat de klanten willen, biedt Adobe. Mijn conclusie voor het aandeel Adobe is dan eigenlijk ook gewoon heel kort en simpel. Het is gewoon een heel erg futureproof bedrijf. Met supergoeie financiën, marges en noem maar op. En ik denk ook dat door het Adobe Marktleider is en herhaaldelijk de service blijft bieden. die ze de afgelopen vijf tot ja, meerdere jaren geboden hebben. gewoon simpelweg een ijzersterk bedrijf blijft en een goede investment voor je portfolio. Daarbij wil ik nog wel duidelijk vermelden. dat deze video's voor entertainment zijn. en je dus uiteindelijk zelf moet beslissen: wil je een aandeel kopen? Ga dus niet puur omdat ik Adobe aanbeveel, Adobe kopen. Maar maak ook zelf je beslissingen en doe zelf ook onderzoek. Dat gezegd hebben, zijn we aangekomen aan het eind van de video. Ik hoop dat je door het kijken van deze video een paar interessante aandelen hebt toe kunnen voegen aan je watchlist en misschien wel toe kunnen voegen aan je portfolio. Nu ik ook dat gezegd heb, heb ik eigenlijk alles gezegd wat ik wou zeggen in deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog achter te laten en te abonneren op het kanaal als je meer van deze content wil zien. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video, die zoals jullie zagen voor het eerst met Facecam was. En hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video.